Het begrijpen van een andere cultuur is niet gemakkelijk. Je eigen wereldbeeld zit namelijk constant in de weg. Het blokkeert je zicht, het is je zicht en het ontneemt je het zicht op dat wat anders is. En je kan het niet zomaar even uitzetten, aangezien je wereldbeeld onderdeel is van je identiteit. Daarnaast is er een wisselwerking gaande. Je identiteit vormt je wereldbeeld, maar je wereldbeeld heeft ook weer invloed op je identiteit. Maar wat bepaalt nu eigenlijk je identiteit in de eerste plaats? Ik ben geboren in voormalig Joegoslavië in Sarajevo, gelegen in het hedendaagse Bosnië en Herzegovina. Ik heb half Servische, half Kroatische ouders en een Zuid-Koreaanse vriendin. Gevlucht naar Nederland, opgegroeid in Gouda, gestudeerd in Maastricht, wonend in Amsterdam en nu werkend in Den Haag. Ik spreek vloeiend Nederlands, Bosnisch en Engels, studeer al 8 jaar Japans en 1 jaar Koreaans. Ik heb donker haar en lichte ogen, mijn huidskleur is nog zwart, nog wit en mijn bloedgroep is A-positief. Ra, wat ben ik? Het is onzin om je identiteit klakkeloos op te hangen aan het land waarin je leeft. Landsgrenzen worden helaas al op jonge leeftijd onze hersens ingeramd. De propaganda begint al op de basisschool bij het leren van topografie. Daarna komt het WK voetbal en Google Maps. Gevolgd door termen zoals de nieuwe Nederlander en de Europese Unie. Wij wonen niet in Nederland. Wij leven niet in Europa. Nee. Wij zijn wereldburgers. Let's face it. Je koopt je brood bij de Turkse bakker, haalt je kruiden in de Chinese supermarkt en bestelt je avondeten bij de Thai. Je kijkt Engelse series en Japanse tekenfilms. Je reist de hele wereld rond. Je buurman is Syrisch, je collega Bosnisch en de wijkagent is Surinaams. Het is vandaag de dag cruciaal om begrip te tonen voor andermans cultuur en te begrijpen waarom anderen bepaalde keuzes maken. Ook al stroken die niet met jouw gedachtes. Anders reduceren we de ander alleen maar tot anonieme massa. Tot getallen, tot decor in onze levens. We gaan abstract nadenken over de onbekende die we niet begrijpen. En daardoor vergeten we sneller dat het om mensenlevens gaat. En dan volgen al snel onmenselijke beslissingen. 10.000 of 15.000 vluchtelingen. Je hebt amper door dat het om 5.000 individuele mensenlevens meer gaat. Maar ook op kleinere schaal zorgt onwetendheid voor misverstanden die mensen uit elkaar kunnen drijven. In Nederland kijken we elkaar recht in de ogen als we in gesprek zijn. Uit respect. Een moslim of moslima daarentegen zal je misschien niet recht in de ogen aankijken vanwege een geloofsovertuiging. Maar dat betekent niet meteen dat ze geen respect voor je hebben. Mensen uit Japan doen juist het tegenovergestelde. Die ontwijken direct oogcontact, juist uit respect. Het is niet genoeg om, zoals we nu doen, tegenover elkaar te gaan staan en steeds luider je eigen denkbeelden te herhalen in de hoop dat het dan plotseling wel tot iemand zal doordringen. Nee. We zullen iets aan onze houding moeten doen. Maar hoe een andere cultuur te begrijpen als je deze alleen maar vanuit je eigen perspectief kan bekijken? Het antwoord is niet begrijpen, maar ervaren. Enter language. Yes. Yes. Oh, you're not going down to the river.